meisjes altijd heel erg blij. We leven avonturen in die mooie groene wei. Mike en Molly. Nee, nee. Molly en Mike. Nee, nee. Mike en Molly. Nee, nee. Molly en Mike. Nee. Kijk, daar is Molly. Heb je Mike ook gezien? Misschien speelt hij verstoppertje. Nee. Zullen we hem gaan zoeken? Nee. Verstoppen, verstoppen, wie doet er met ons mee? Waar is Mike nou? Geen idee, misschien achter de struiken. Kijk goed of je hem ziet. Nee, 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 daar is hij niet. Zag ik hem nou bewegen bij die melkbus hier? Nee, dat is een ander dier. Of in de regenton zit hij daar misschien? Nee, niet goed gezien. Of daar op het dak, we gaan er snel naartoe. Ja, daar ben je, Kiekeboe! Goed gedaan, Mike en Molly. Vandaag gaan we weer op zoek naar iets nieuws. Kijk maar eens in de zoekkast. Vandaag gaan we in de rommelschuur op zoek naar een knijper. Maar wie is er vandaag aan de beurt? Dat gaan we zien bij de knikkermuur. Dag eekhoorntje, wie mag er vandaag op zoek in de rommelschuur? Mike of Molly? Nee. Molly, jij mag vandaag op zoek naar de knijper. Gaan jullie mee? Kijk, de varkens staan lekker te eten. Dag varkens, willen jullie een stapje opzij doen? Oh nee, ze horen ons niet. Wat nu? Oh, heb je een plan, Mike? Oh, wat slim. Kun jij dat ook, Molly? Goed gedaan, Mike en Molly. En het klonk leuk. Zullen we anders een liedje gaan zingen? Doen jullie mee? Blauw zijn blauwe bessen, blauw is deze vis. Blauw is de lucht als er geen wolkje is. Blauw is de kleur van een mooie paal. En het water, dat is blauw. Dat was leuk. Maar nu gaan we naar de rommelschuur. Oh, wat is het toch een fijne, rustige dag vandaag. Hé, wat hoor ik? Kijk nou, die ton beweegt. Hé, horen jullie dat? Wat zou erin zitten? Zullen we raden? Het miauwt. Is het misschien een hond? Is het dan misschien een koe? Oh, ik denk dat ik het weet. Welk dier miauwt? Precies, een poes. Oh, ja, het is een poes. Hallo, poes. Wij gaan weer verder naar de rommelschuur. Dag, poes. Kijk, daar is de rommelschuur. We zijn er. Weten jullie nog wie er vandaag mag zoeken? Heel goed, Molly. Het is jouw beurt. Ga jij op zoek naar de knijper? Oh,
prachtig. En? Heb je het gevonden? Laat maar eens zien. Ja, dat is een knijper. Dit is een knijper. Een houten klem, heel klein. Om was mee op te hangen, buiten aan de lijn. En weet je wanneer ik een knijper ook wel eens gebruik? Als ik op de wc zit, zodat ik niets meer ruik. Goed gedaan, Mike en Molly. Dan is het nu tijd om weer naar huis te gaan. Gaan jullie mee? Oh nee, de sloot. En de brug is kapot. Hoe komen we nu droog aan de overkant? Heb je een plan, Mike? Ik ben benieuwd. Je wilt op een wipkip over de sloot springen? Wat een spannend plan. Pas je wel een beetje op, Mike. Oh, kijk uit voor die molshoop. Oh-oh. Mike, gaat het? Oh, gelukkig. Oh, wat slim, Molly. En Mike, volgende keer beter. Maar nu is het echt tijd om naar huis te gaan. Gaan jullie mee? Het was weer een leuke dag, toch, Mike en Molly? We hebben de knijper gevonden. We hebben het geluid van een poes geraden. Een liedje gezongen. En Mike is in de sloot gevallen. Welterusten, Mike. Slaap lekker, Molly. Morgen weer een nieuwe dag. Dag, Mike en Molly.